Zo. Ja, oh, je auto is te breed, man. Het is inderdaad een brede auto. Moet ik helemaal erin zitten? Oké. Zit maar. Peet en Vasilis filmen zichzelf terwijl ze naar de wasstraat gaan. En naar welke wasstraat gaan we nou eigenlijk? Want ken je deze buurt? Eigenlijk nee, maar ik weet er eigenlijk maar één en die zit bij Mirabeau. Oké, goed zo. Stel voor dat we daar gewoon heen gaan. Wat Loogman? Die heen bij op de Wenkenbach? Ja. Oké, ja. Goed idee. Ja. Yeah. Want de auto stond onder een boom en die is dus helemaal ondergescheten door smerige rotvogels. Oh, dat is die zachte lagen op die motorkap. Het zit op het dak en het op de chauffeurstoel. Op wat? Nee, niet de stoel, zoals de deur. Ik wil nog zeggen. Maar dit is dus de laatste zonnige dag, blijkt. Oké. Tenminste, ik weet niet of er vanmorgen ook nog iets moois is voorspeld. Ja, want welke dag is het? Misschien is dat ook wel leuk. 21 oktober 2011. De eerste content ride. Yeah. Awesome. Dus we doen het in het Nederlands? Ja. Oké. Ja, mijn Engels is niet goed genoeg. Nee, die van mij ook niet. Of in elk geval, ik heb een heel zwaar accent en mijn vocabulaire is heel erg beperkt. Ja, en als ik mijn mening moet geven over dingen, dan kan ik dat beter in het Nederlands. Anders zeg ik alleen maar fuck this, fuck that. Oh ja. Nou ja, dat is goed om een mooi genuanceerd beeld neer te zetten. Niet dat mijn Nederlands veel genuanceerd is. Nee. En waarschijnlijk wordt het ook op die manier geuit. Hoe dan ook, wat vertaal je dan ook gebruikt. Het hangt er vanaf waar het over gaat, maar ja. Ja. Als het over eigendom gaat bijvoorbeeld, van content. Oh, heb je daar pas geleden mee te maken gehad? Of je een filmpje misschien wel af mag spelen als je hem gekocht hebt. Oh, dat is een goeie. Ik, daar heb ik ook. Heb je daar pas geleden nog mee te maken gehad? Of heb je gekeken naar die nieuwe, dat we eindelijk in Nederland video's kunnen kopen en huren van Mr. Google? Of van iTunes. Maar het vervelende is dat je daar zit dan DRM op. En dan mag ik hem maar op 5 verschillende apparaten bekijken. De rest van mijn leven lang. Wat? Ja, dus hetzelfde als met de muziek van iTunes. Dat was eerst ook, zat daar DRM op. Ja. Ja, dat zijn gewoon achterlijke dingen. Ik koop die film en die muziek. En dan, omdat ik koop, word ik ervoor gestraft. Is het een beetje. Hetzelfde met dvd's. Als ik een dvd koop, en dat vind ik dan vooral irritant. Ik kijk zelf nooit dvd's, maar mijn dochtertje wel. En dan zet ik zo'n dvd aan en dan moet ik eerst zo'n klote filmpje van Brein door. En dat mag ik niet doorspoelen. Echt, dvd's zijn echt consumentvijandige dingen. Dat is echt gemaakt om mensen te tergen. Ja. Ja, dat is zeker zo. Hoe zit dat bij die video's die je dan op Apple? Krijg je daar dan nog waarschuwingen dat je, wordt het doodstraf? Weet ik eigenlijk niet, heb ik nog niet geprobeerd. Krijgt. Ik weet wel dat boeken, die werken ook niet zomaar op elke e-reader die jij wil gebruiken. Dus okay. Dan moet je dat kitsch ding van je iPad gebruiken. Oh, met die plankjes. Ja, die ziet eruit als... Nog zoiets waar ik een mening over heb. Maar jij neemt me serieus, maar dat is één op één is dat gejat van die boeken. Nou ja, gewoon van die, dat je eigen persoonlijke bibliotheek je kan aanleggen. Ja, dat was ook een slecht wat idee. Wat was het nou? Het was Delicious nog wat of zo. Delicious Lab of... Delicious Library, maar het is na proberen te bouwen van iets fysieks. Ja. En dat is zo ontzettend dom en beperkend. Dus in plaats van dat je zegt van we nemen een... we gaan eens kijken wat we allemaal kunnen met een boek op niet op papier. Ja. Hè, er zitten vast wel handige snufjes in zo'n computertje waar we de leeservaring beter kunnen maken. Maar nee, dan gaan we de leeservaring nabootsen. En dus met de beperkingen van dien. Met de bladzijden die omslaan. Ja, dat is ontzettend onhandig. Bladeren is gewoon echt een onhandige interactie. Ja, ja nee, dat... Daar ben ik het wel mee. Ik vind vooral die... Ik snap ook niet dat ze een boekenplank kiezen. Een boekenplank is helemaal geen ideale manier om te snuisteren door je content. Nee. Door wat je allemaal hebt of wat ook. En trouwens, waarom zou je je beperken tot boeken?
Dat is, ja, goed. Misschien dat je de vorm herkent of wat ook. Ja. Maar je kan gelukkig in iBooks kan je wel je boeken ook gewoon in een lijstje tonen. Dus dat kan wel. En je kan zoeken. Dus het is wel handig. Ze zijn ietsje verder gegaan dan de metafoor van de boekenplank. Kan je ook in de boeken zoeken? Dus van, wat was dat boek ook alweer waarin die en die dit en dit zei of zo? Ja. Oké. Want ik heb er zelf nog heel weinig mee gespeeld. Alleen... eigenlijk sinds ik de Kindle gebruik, is dat mijn maatje voor content. Ja. Het leest zoveel, of tenminste, ik vind dat het lekkerder leest. Het is wel grappig, ik dacht echt inderdaad dat, wat velen zeggen, dat de iPad sinds die weg is, of sinds de iPad er is, dat je daar dan alles zou lezen. Ja. Maar nee. Ja, Kindle heeft ook, Amazon heeft ook zo'n DRM, daar kan je dus ook... je boeken alleen maar op de Kindle lezen. Ze hebben nu zelfs een eigen versie van HTML5, las ik. Jonge. Ja, eigen aangepaste formaat. Is dat voor die browser die ze dan ook bij die nieuwe Fire hebben? Voor de boeken. Okay. Dus voor het EPUB formaat. Ja, ja. Dat hebben ze dan aangepast voor de Kindle, geloof ik. Met als uitgangspunt, dan kunnen we er lekker DRM van... Ik weet het niet zo goed waarom je dat zou willen. Nee. Ik wacht nog steeds trouwens op het eerste boek wat Encarta, de CDI, weer nadoet. Nee, serieus, dat was een goed idee. Dat is gelukkig langs mij heen gegaan. Wat was dat? Wat CDI, ken je dat niet? Nee. CDI, dat was een uitvinding van Philips. Waarin je het mooie van een boek en video en audio allemaal samen kan voegen tot één mooi geheel. En dat was, je had natuurlijk de VHS-banden destijds en de CD was net uitgekomen. Maar er was iets beters, namelijk de interactieve CD, de CDI. Ja. En had je een doos, zo'n set-up-box en dan moest je dan naar je televisiekoppel afheen. Lang verhaal kort, het werd niks omdat er geen producenten waren om er iets moois van te maken. Een beetje dezelfde stille dood gestorven als... de stem nu mee knop op de televisie. Althans, ik heb begrepen dat het dan weer een beetje terugkomt. Maar goed, en de Encarta cd's, dat waren de bekende encyclopedieën op cd en later dvd. En het mooie daarvan, vond ik tenminste, was dat je dus letterlijk een encyclopedie had waarin tekst natuurlijk stond, maar ook waar met video, met audio, met zeg maar waar nodig dan werd ondersteund. Ja. En dat je ook kon bladeren door de diverse foto's van hoe die Zuid-Amerikaanse varen dan eruit zag, et cetera. Maar wat is dan, waarom zou dat beter zijn dan het internet? Ik denk voornamelijk dat de massa, je hebt een volume met daarin content, een verhaal of wat ook. En dat heb je dan wel op websites, maar op een of andere manier het online verkopen van een dergelijke volume, dat wil maar niet van de grond komen. Okay, dat betekent dat je van een zuil lid moet worden. En ik denk dat met de komst van wat je nu dus, wat Apple betracht met een bookstore en Amazon eigenlijk al een tijdje doet, maar nog heel erg plat, alleen maar met oude media, hè, papier, maar dan digitaal. Yeah. Dat het dan weer terugkomt. Dus dat we hele mooie publicaties van vroeger ook weer terugkrijgen eigenlijk. Want bijvoorbeeld die Encarta CD. Ja, je kan hem nog van de rommelmarkt... op de rommelmarkt vind je hem waarschijnlijk nog. Maar... ja. Zonde. Je ziet nu toch wel. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van boeken. Ja. Maar volgens mij begint toch ook wel... premium content online begint ook wel een beetje te werken. Ja, ja, ze volgens mij zijn mensen wel bereid om te betalen voor content. Of beginnen ze daar bereid voor? In ieder geval, in ieder geval zijn ze bereid om content te produceren, om daarvoor te betalen. Ja. En dus mensen worden pro-lid van Flickr, pro-lid van Vimeo. Ja, ik zie, in elk geval komt het producenten inderdaad, die vinden het ook waard. En als je die investeringswebsites, waar je dus crowdfunding kan doen,
dat is zeker ook iets wat bij de contentproducenten ook heel erg aantrekkelijk, voor de contentproducent heel erg aantrekkelijk is. Want er is natuurlijk geen enkele publicatiemaatschappij meer te vinden die jou upfront €60.000 geeft of €15.000 for that matter om zeg maar je productie te starten en vervolgens dat is ook wel heel episodes fijn, te maken. Dat er gewoon dat je ja. zegt, ik heb een leuk idee, wie willen betalen? Ja. Dat is een hele oude manier van uitgeven. Boeken werden vroeger ook zo uitgegeven. Ja. Dan werd er gewoon gezegd van, ik ga dat in dat boek schrijven. Wil je het hebben? Betaal maar vast. Ja, precies. En dan precies wat er altijd kom je in de credits te staan of je krijgt een je mooie, krijgt een exemplaar. Mooie kaftgebonden versie of zo. Ja. Ja, ik vind het ook wel slim hoor. Want, of dit ook in de mainstream gaat gebeuren. En in hoeverre dat dan ook vaste voet onder de grond gaat, aan de grond gaat krijgen voor, ja, noem eens wat, hè, de American, de Voice of Nederland of hoe dat dan ook allemaal heet. Maar wat is de Voice of Nederland? In alle eerlijkheid geen idee. Ik geloof dat het weer zo'n zoveelste, die kan er heel erg slecht zingen en wil toch een hit maken. En dan, oké, maar dat zijn dingen van tv. Ja. Tv, daar weet ik helemaal niks van. Nee, ik ook dat niet. Dat zal ik echt gewoon. Het is gewoon het internet, dat is interessant. Dat kan ik zelf kiezen. Ik snap dat ook gewoon niet, dat mensen dan 's avonds de hele avond tv kijken. Wat? Nee. Heb ik nooit begrepen. Voordat er internet was, dan had ik boeken. Ik vind het en platen? Internet. Ja, platen, bandjes. Ja, ja. Maar ik vind dit. Dat andere mensen voor mij bepalen wat ik ga kijken. Ja, vooral dat. En ook wanneer. En dat stort mij mateloos. En ook ja, goed, het hele herhalen, et cetera. Kijk, ik moet er, omdat ik ook video's maak en produceer, moet ik wel een beetje kijken van of er leuke ideeën zijn. Tuurlijk. En af en toe weet ik dat onze collega's die komen ook zo van, hey, heb je dit gisteren nog gezien? Dat was met name reclames dan. Die dan mooi geproduceerd zijn. Ja, maar dat is grappig hoor. Sommige van de mensen die dus op het internet luisteren en bekijken, ja, die zeggen ook van ja, reclame, dat is eigenlijk, of programma's, dat is eigenlijk de vulling tussen de reclames. Want de reclames is hetgeen wat geld in het laadje brengt. En de programmering, ja, dat proberen zelfs onze publieke televisie. Organisatie probeer daar gewoon heel erg zuinig mee te zijn. Eigenlijk zo min mogelijk natuurlijk. Ja. Hetzelfde met websites natuurlijk. Als je kijkt naar sites als de Telegraaf, daar zit zoveel mogelijk reclame op. Ja. Zo min mogelijk content. Die moet je echt zoeken. Ja, en de content die erop staat, dat is vaak geaggregeerd. Dat is gewoon ingekocht van de ANP of misschien vertaald, als ze er zin in hebben. Ja. Ja, het is zonde. Ja, ik begrijp het wel. Ik vind het prima dat mensen trouwens. Ik begrijp het niet verkeerd. Ik vind het prima dat mensen geld willen verdienen met mooie content. Of misschien juist met de juiste selectie van verhalen en nieuws of wat ook. Ja. Alleen de economie die erachter zit, die dwingt een dergelijk persoon ook om zo. Om de verhalen zodanig te kiezen dat de. Mensen die de geld inpompen, namelijk de mensen die de banners neerzetten, dat die gepleased worden. He, dus je wilt die vooral niet tegen de borst stuiten. Of juist wel, als dat het businessmodel is. Voor de mensen die kijken, maar om winst mee te maken. Ja, als lokmiddel. Ja. Het is zeg maar het is de mierenlokdoos. Ja. En dan het product zijn de mieren eigenlijk. Ja. Ja. Want die wil je hebben. Ja. Ja, ja, de mensen die zichzelf natuurlijk nooit als product zien, zijn de producten. Ja, die worden verkocht namelijk aan de bennenboeren. Want de bennenboeren die zeggen zo van, nou, wij willen deze mensen heel graag bereiken. Kan je dat doen? Ja, ja. Hoor, dan maken we de content omheen. Ja. Het is toch flauw van woorden. Ja. Hey, we zijn er bijna. Ja. Bijna bij de Wasstraat. In het immer rustiek en pittoreske Overamstel.
Misschien wel leuk om te zien. Even een klein stukje architectuur. Even kijken of dat erop past. Ja. Zo. En nu weer goed zetten. Moeten we wel voor zorgen dat we niet alle onderwerpen er gelijk doordraaien. Zijn we klaar? Is dat mooi? Ja, dat was onze mening tot zover. Ja. Nou ja, we kunnen dan altijd nog dingen gaan uitdiepen. Ja, inderdaad. Maar dit is wel ongeveer wat je kan verwachten. Nou, voor twee middelmatige mannen, middelmatige oude mannen, die zeuren over hoe het beter kan. Wat onwijs leuk moet het zijn om naar te kijken. Enorm. Fascinerend. Ik kan nu al niet wachten om mezelf terug te horen over wat voor briljante dingen ik allemaal zeg. Maar misschien moeten we dat moet dan wel een van de componenten zijn, denk ik. Dat we ook kunnen zeggen van, oh ja, maar als we dit nou doen, misschien is dat ook wel fijn. Over televisie gaan we in elk geval niks zeggen. Dus in elk geval niet wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Schone velgen. Oh, sorry. Ik ben een bordlezer voor de mensen die het... Die zich afvragen waarom jij ineens schone velgen zijn. Precies, ja. We gaan nu de wasstraat in. Oh. De vering klopt. Hij doet het. De opname loopt trouwens nog steeds. Dat is wel fijn. Kijk. Een Polish pakket, alsjeblieft. Is dat met Polen? Of? Ja, het is... Ja, maar dat is wel hoor. Je staat hier al de hele dag wel. Tussentijd even. Ja, hij doet het nog wel. Sorry, hij heeft voor je hier staan. Wil ik hier staan. Ja, haal maar in je zak. Als het druk wordt, kunnen we het baan ophalen. Ik heb de knip ook in mijn zak. Ja, ik dacht misschien bij jou ook helemaal dimmen. Laat je niet alleen staan. Ja. Even front altijd, hè, met zo'n ster, hè. Even front altijd, hè, met die ster. Ja, dat helpt toch. Maar zeg jij dat niet, dat het ook niet helpt? Nee, Maarten zegt het niet, maar ik heb gemerkt van wel. Oké, man. Als het druk wordt, ga ik die andere baan. Als we nog sponsors nodig hebben. In de straat was er, zoals mijn dochtertje hem noemt. Ah. Eerlijk bekennen, dit is mijn eerste keer. Ik moet bekennen, dit is mijn eerste keer. Eerste keer in de wasstraat? Ooit. Oh, lachen. Ja, Kiki die was dus echt, die dacht, oh leuk. Die wist zij veel, ze was drie. Ja. Ja, dan gingen we dat ding in en oh leuk, leuk, leuk. Op een gegeven moment kwamen er van die draaidingen en poetsdingen. Paniek. Drama. Dat was zo zielig, want het duurt best lang. Ja, ja. Oh. Je kan er niet uit. Je kan niet stoppen. Oh nee, ja. Je ziet ook niks inderdaad. Want hoe lang duurt zo'n sessie? Dit? Een minuutje of zo. Maar dat was een, ja, ja. Als je een brullend kind hebt, dan is dat... Ja, dan is dat uren. Ja. Dan duurt dat heel lang. True. Niet dat ik weet hoor, want als ik een brullend kind heb, dan geef ik die direct aan de ouders terug. Ja. Lekker makkelijk. Ja, zo ben ik, hè. Ik vind het een gaaf apparaat. Maar sinds we hier doorheen waren gegaan, is het de straatwasser. Dat is ook de ergste straf. Dat is het dreigement. Iemand kan... Oh. Jij wordt dan een straatwasser. Als je nu niet gaat slapen, nou ja, ze dan gaan we de auto schoonmaken. Ze zegt het meer tegen mij. Oh ja. Nou, hier was het dus echt... Ah,
papa, ah, paniek. Ja, ja. Oh, wat afschuwelijk. Ja, je kan ook niet laten zien van kijk, hé, er gebeurt wat leuks. Ja, het is niet leuk voor mij. Nee. Oh ja, want hier is ook nog van alles gaande. Jongens. Het is inderdaad een soort van ride op zich. Echt zo'n raar apparaat. Ja, iemand heeft hierover nagedacht, daar ga ik maar vanuit, hè? Ja. Maar er komt nu nog meer zeep. En het is ook echt zo'n onzin, want dit is zo'n gare rachtbak. Die wordt er niet mooier op als je hem poetst. Nou ja, je ziet in elk geval een stuk meer. En bovendien, dat zie je niet van binnen. Even kijken of er nog... Hier hebben we gewoon... Mooi veld allemaal. Allemaal goud wat hier blinkt. Nephout? Is het nephout? Volgens mij is het echt hout, maar ik weet het niet zeker. Het zou me wat tegenvallen als het... Als het fineer was of zo? Of, nou, fineer is ook echt... Fineer is hout. Ja. Ja. Wauw, ik neem echt een flink soundscape op hier. Zo, en schoon is hij. Alright. Dat scheelt weer een zondag. Of op welke dag je dat dan ook zou doen. Maar dat verdienmodel van, om daar toch maar even terug op terug te komen, nu we ook wat stilte hebben eindelijk. Ja. Ik heb nog maar één keer gezien, naast die Kickstarter-achtige praktijken, die crowdfunding bedrijven, ik heb nog maar eentje gezien die echt werkt op donaties. En dat vind ik nog steeds, ja, het is misschien een heel erg ouderwets model, maar betalen... Uit de goedheid van je consumenten. Dus dat je een mooi product maakt en dat zij zeggen van wauw, dit is het waard. Daar ga ik nu vrijwillig geld voor geven. Het gebeurt heel weinig. Het gebeurt heel weinig, maar er is één voorbeeld en ik zal hem één keer noemen. Dat is No Agenda Show van meneer Adam Curry. En die krijgt nou ik zeg niet dat hij geld naar binnen harkt. Maar die kan ervan leven. En dat is best indrukwekkend. Ja, met het produceren van goede content... dat je daar echt je brood kan verdienen. Tuurlijk. Moet ik er wel bij zeggen, ze hebben een publiek van ongeveer 500.000 mensen. Ja. Ja, voordat je zoiets bij elkaar hebt. Ja, nou ja, goed. Dan moet je gewoon lang doorgaan met het maken van goede content. Ja. Het opbouwen van iets bedoel je. Dus ook veel content dat je op een gegeven moment daar ook op kan rusten. Als een goed publicist. Ja. Maar de verdienmodellen gaan gewoon veranderen. En dat zie je bij die bannerboeren. Dat zijn gewoon ouderwetse verdienmodellen. Ja. Die stoppen dus maar meer banners erop. Want dat is de manier waarop zij gewend zijn om geld te verdienen. Ja. En ik denk dat we... Dat soort dingen zullen natuurlijk blijven bestaan. Een soort mega grote commerciële dingen.
Maar we gaan toch heel duidelijk zie je toch ook andere soorten content eraan komen. Liefdevol gemaakt en in eerste instantie gemaakt vanwege de content en in tweede instantie omdat je er ook aan kan verdienen. Ja. Het is meer vanuit de inhoud gemaakt. Mensen vinden het tof om te maken of vinden het interessant om te maken. Of vinden het belangrijk om iets te delen. Dat heb je natuurlijk ook. Ja, je ziet het eigenlijk nu al een klein beetje met de kleine independers die in eerste instantie mikken op dat ze uitgezonden worden. Dat een programma gekocht wordt op een van de grote televisieprogramma's. Maar dat ze vervolgens, dat is dan voor video in elk geval, het geval. Maar dat ze dan uiteindelijk ook zeggen van, nou ja, we willen eigenlijk ook kunnen verdienen van de DVD-verkoop. En, dus dat, en dat is veel meer gericht op dat mensen naar de winkel gaan en zeggen van, oh wauw, dit is echt precies wat ik nodig heb. Ja. Dat zeg maar de televisie, net als vroeger de radio voor muziek, een soort van podium is van, hey, heb je dit al eens een keertje gehoord? En dat mensen dan vervolgens naar de platenzaken stromen om daar het goed daadwerkelijk te kopen. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is alleen voor video en muziek zal dat het geval zijn. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat voor andere soorten content ook gaat werken. Vroeger had je Reader's Digest. Ken je dat? Ja, dan werd je lid van boeken of zoiets. Nou, ja, dat is meer dat ACI-model. Nee, ja. Reader's Digest was zo'n klein boekje waarin je dus ook een soort van samenvattingen van recent verschenen publicaties kon lezen. Ja. En om echt mensen lekker te maken. Het was ook echt een digest, hè? Dus, zoals je dat ook kent van fora of wat ook. Maar om dat nou onder de noemen kwaliteitscontent te scharen? Nee, inderdaad. Maar wel een manier om het product aan de man te brengen. Want dat moet uiteindelijk wel gebeuren. Ik bedoel... Ik denk dat vooral een manier was om veel geld te verdienen. Ja. Dat niet zozeer een manier was om content aan de man te brengen, maar meer gewoon hoe worden we rijk. True. Ja, dat willen we allemaal. Nee. Ik niet. Ik wil wel, maar het is niet mijn doel. Nee, inderdaad. Nee, ik wil gewoon mooie dingen kunnen maken. Ja. Maar uiteindelijk ook ervoor kunnen zorgen dat... Ik bedoel, dat is... ik wil daar zelf van kunnen genieten en van het proces. Maar, kijk, we zijn, maar we ook dat mensen het kunnen van, vinden. Als we iets fantastisch maken, dan moeten we er miljonair van worden. Dat is een soort van houding. Ja. Ja, als je die houding blijft hebben, dan... kan je content niet delen, dan krijgt niemand het te lezen. Dan ga je moeilijk doen. Dan krijg je van die vervelende... Dan heb je eigenaar. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dan ga je muren bouwen om je product heen. Ja. En je kan natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld... dat was een boek, Dive into HTML5 van Mark Pilgrim. Ja. En die schreef zijn boek gewoon online. En die publiceerde telkens artikeltjes, hoofdstukken publiceerde die gewoon op het web. In het schrijfproces, zeg maar. Dus hij schreef het boek in real time, zeg maar. Je kon gewoon meelezen. Nice. En toen dat af was, kon je het ook nog kopen in papieren versie of e-pub versie. Via O'Reilly ook nog, dus niet echt een Dat is niet de kleinste. Nee. Dat is de bekendste resource over HTML5 is dat. Ja. Hij heeft hem inmiddels zelf offline gehaald om redenen die hij alleen maar kent. Maar dat is gewoon, het werkt. Hij heeft daar geld aan verdiend. Ja. Dus op die manier kan het. Dat soort manieren, dat soort open manieren, die worden volgens mij te weinig onderzocht. Omdat het helemaal afwijkt van wat mensen gewend zijn. Wat ze geleerd hebben. Ja, je merkt ook dat er ook andere skills worden verwacht van een producent. Je moet je plotseling gaan bezighouden met je community. Ja. En ja, ik bedoel, de oudere schrijvers of wat oudere mensen onder ons zullen ongetwijfeld ook nooit een relatie hebben gehad met iemand die ze graag lezen of iemand die ze graag luisteren of wat ook. Anders dan dat ze zeggen van, ja, dat is iemand goed waar ik van geniet. Uitgevers zouden eens naar inderdaad moeten luisteren naar mensen als John Resick van jQuery.
over hoe hij een super succesvol product heeft gemaakt. Ja. Door een goede community rondom zijn product op te bouwen. Ja. Maar je denkt niet dat dat... Denk je dat die persoonlijke relatie die hij dan heeft opgebouwd met zijn community, dat dat de value ook is? En het ook hetgeen is wat ervoor zorgt dat, hij verkoopt? Of? Waar hij voor heeft gezorgd is dat hij heel, heel secuur is in zijn omgang met mensen. Dus altijd als iemand een reactie geeft of een vraag stelt, altijd antwoord geven, altijd vriendelijk zijn. Ja. Ook als het een beetje een troll lijkt te zijn. Of als het een vervelende vraag is, of als je moe bent. Ja. Maar gewoon altijd zo. Want mensen, dat zijn degene, ja, die heb je nodig. En als je die moet je verleiden. Ja, en als je die dus tot je vijand maakt, dan is een kleine kans dat je product groot wordt. Ja. En ik verbaas me er dus over dat mensen zoveel dvd's kopen, want het is gewoon echt vijandig. Dat is zo ontzettend onvriendelijk hoe je behandeld wordt. Ja, nee, dat is zeker. Dan een verbodsbordje. Wat? Het weet, net gekocht. Ja, ik heb het gekocht. Hoezo verboden? En ook een serieuze waarschuwing ook. En ook de hele koppeling met piraterij. Want, ja, iemand die zei, pas geleden hadden ze het erover. Ja, piraterij, die naam die moet gewoon weer teruggeclaimd worden door die mensen die in Somalië ronddobberen. Nee. Dat zijn piraten, dat zijn mensen die echt fysiek mensen het leven zuur maken. Ja. Kijk, en natuurlijk... maar je kan het misschien zelfs bijna omkeren, want misschien zijn de content-eigenaren wel de piraten. In heel veel zijn het drugsdealers. Ze bieden iets aan dat is zeker waar we heel veel voor moeten betalen. Ja. Ja. Kijk, maar dat komt ergens vandaan. Hè? Ik bedoel, dat ding zoveel kosten. Het is een soort van zichzelf versterkend ding. Dat contentproducenten zeggen van, er wordt zoveel gepiraat. Dat is de doelgroep die ik mis. Dus laat ik mijn prijs omhoog gooien. Zodat ik alsnog aan mijn quota kom. Ja. En precies wat je net zei, van ja, je moet het niet voor het geld doen. Doe het vooral voor de liefde van wat je maakt. Ja. Daar ben ik wel voor. Maar als je het dan hebt over die piraterij, de cijfers die nu in elk geval voor muziek en voor film terug lijken te komen, is dat de peer-to-peer programma's en de torrents, et cetera, dat die eigenlijk de hedendaagse radio zijn. De plekken waar je mooie nieuwe dingen vindt. Wat uitzoekt. Ja, inderdaad. Ja. De platenbakken waar je doorheen struint. Of waar je van vrienden nog even snel kan kijken van, oh hé, dit bevalt me wel. Ja. Het is het. Alleen zie je toch, iTunes heeft het nu toch ook gedaan. Het was 30 seconden. Ja. En het is nu anderhalve minuut dat je kan luisteren naar een nummertje. Maar ook kijk naar, dat vond ik. Ik bedoel, ik ben niet voor Google, even voor de goede orde, maar Google heeft met YouTube echt een enorme gouden greep gedaan. Bij het verkopen van muziek die mensen graag onder hun video's willen zetten. Ik bedoel, dat is briljant. Steven, ik maak een video van mijn ritje door het Vondelpark. En ik zet daar een geweldig nummer onder. En mensen genieten mee en die horen die muziek. En die denken van, oh wauw, dat is dat ene nummer uit 1984. Die wil ik nu ook hebben eigenlijk. Ja. En wat doen ze bij YouTube? Voorheen blokkeren ze de complete video, die mag niet vertoond worden. Ja. En nu staat er een mooie buy-knop onder en je wordt direct doorgesluist naar waar je die muziek dan kan halen. Ja. Prachtig! Ja jongen, eigenlijk maar content-eigenaren, dat was ik denk 10 jaar geleden, nee minder nog, voordat YouTube er was. Ja. Het was heel erg moeilijk toen om videoclipjes te kijken. Videoclipjes waren voor tv en die mocht je niet kijken. Nee, want die waren geproduceerd om verkocht te worden. Op die ene buis die je thuis hebt staan. Dan wilde ik een clipje kijken. Dan ging ik naar de website van de artiest. En dan stond er een kort, zo'n klein filmpje. Ja. Van 10 seconden. Een samenvatting van het clipje. Ja. Ongelooflijk. Echt, het eigendom, dat is gewoon waanzin. Ja, en het is ook, ik bedoel... En het werkt ook averechts. Het is, ja, maar ik vind het wel grappig. Je hebt meestal inderdaad dat... ik bedoel, je kan niet complete afleveringen van iemand gewoon ergens anders ook publiceren.
Dat is een beetje gemeen, maar wat ik leuk vind is... Ja, maar je moet het de mensen aanbieden. Kijk, precies. Is een beetje, want dan weet ik van, er is een nieuwe Dexter, of Dexter wordt nu uitgezonden. Ja. Maar dan kan ik hem niet kopen, want dat mag niet. Nee. Maar ik kan hem wel downloaden. Ja. Maar ik wil hem best wel kopen als het makkelijker is. Ja, nee, natuurlijk. Nu ga ik ontzettend moeilijk lopen doen met torrents. En torrents zijn gewoon onnodig complex. Ja, je bedoelt het verschil ook van wanneer iets uitkomt in Nederland en Amerika. Ja. Ja, mee eens. Maar het punt dat het kan. Ik ben de drempel is al weg. Ik ben heel erg bereid om te betalen voor content. Ja. Maar ik kan er niet voor betalen. Maar ik kan het dan wel downloaden. Het is een beetje dommig. Ja, het is vooral het niet inzien van, hey, kijk, die drempel die is al weg. Ja. Mensen kunnen het al zien, dus waarom haal je er niet gelijk winst uit? Ja, precies. En dat ligt hem dus aan dat we dus een Nederlands, in Nederland heb je dus ook omroepen die dan geld krijgen voor premières, zogenaamde premières van films op televisie of series. Ja, en daar wordt dus blijkbaar veel meer aan verdiend dan als mensen het individueel kopen. Ja, want het gaat in, plotseling verkoop je er dan 1 miljoen tegelijkertijd in plaats van... 1 miljoen per stuk. Precies. Ja. Ja. Maar waar ik het dus over had van YouTube of kleine fragmenten bijvoorbeeld op YouTube zetten, dat vind ik nog steeds het mooiste. Wat was die hele leuke serie nou? How I Met Your Mother. Een beetje een komische serie en met leuke acteurs. En dat vond ik geweldig. En af en toe zat er zo'n leuke uitspraak tussen die ik dan onthoud, weet je wel. En dat soort kleine dingen, die wil ik graag kunnen delen met vrienden. Moet ik tegen jou kunnen zeggen van... Hé, ik heb gisteren toch iets briljants gezien, moet je even kijken. Ja. En dat fandom, hè, het koesteren van dat mensen fans kunnen worden van jouw content. En dat voor jou gratis aan het uitdragen zijn. Precies. En daar dan in hakken, dat is zo zonde. Dat is zo je eigen businessmodel ondermijnen. Ja. Het is raar, die knop die moet om. Nou, of wat ze dan ook proberen is het... Oké, je mag het delen, maar alleen op onze manier. Tja. Dus dat je dan volgens mij kan je uit een Kindle-boek... kan je stukjes tekst kan je selecteren, highlighten en dat kan je delen. Ja. Op de Kindle-site. Ja. Maar mensen hebben geen Kindle-site. Mensen hebben een Twitter-account of mensen hebben een Facebook of mensen hebben eventueel een Tumblr willen ze eraan aan koppelen. Ja. Ja, nee, die hebben ze nog niet gemaakt. Dat is onze content. Ja, het is mijn content. Ja. Zo. Er is nu een e-book-reader voor de iPad, ReadMill, en die snapt dat. Die heeft dus zijn boek, dus een reader, gekoppeld aan een website. En dan als je een stukje tekst highlight, dan wordt het sowieso voor je bewaard op die site. Dat vind ik al handig. Ja. Het wordt gedeeld met de mensen die jou volgen op die site. Dus die kunnen jouw quotejes zien en die kunnen erop reageren. Maar je kan het ook direct koppelen aan een Tumblr-blog. Dus dan worden al jouw quotes met jouw commentaartjes, die worden gewoon op een Tumblr-blogje gepost. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja, zie je, want jij had me inderdaad uitgenodigd daarvoor. Ja. Niet gedaan natuurlijk, omdat ik dus, weer de poor sap dat ik ben, ben ik dus dingen op mijn Kindle aan het lezen. Ja. Omdat ik dat prettig vind. Ja, valt natuurlijk wat voor te zeggen, maar eigenlijk de keuze ook waar jij je medium wil delen met anderen, maar ook wil consumeren. Ja, dat is een groot, dat is nog steeds een veel groter goed. Je moet mensen die keuze zelf geven. Ja. Je moet ze mogelijkheden bieden om het op zoveel mogelijk manieren, zoals zij zelf willen, gaan delen. Je moet ze niet dwingen om het op jouw manier te doen. Dat bereik je zo'n veel groter publiek. Ja. Nou goed, als dat je streven is, hè. Ik bedoel, er zijn genoeg artiesten en dat. Ik denk dat daar dan ook een deel van de crux zit. Er zijn een heleboel artiesten die zeggen van, ja sorry, maar mijn medium of mijn product, dat moet toch echt in deze context ervaren worden. Ja. Die zien het als een experience of die zien het als een totaalpakket wat verkocht wordt. Ja, maar de grap is dus dat
dat de consument daar heel weinig waarde aan heeft. Totale scheid aan. Dan koop ik een LP die gezien moet worden als één geheel. Ja, er staat toch dat ene nummer op wat ik tof vind en die zet ik op repeat. Ja. Of die geef ik 5 sterren en die komt in mijn favorites list. Ja. En de rest niet. Want je hebt geen controle over hoe mensen jouw content consumeren. Dat heb je gewoon niet. Nee, dat niet. Blijkt ook. Ik bedoel, mensen die rippen de bol en die zetten het... als iemand ervoor kiest om de laatste film op zijn horloge te kijken... dan moet hij dat vooral doen, toch? Ja, tuurlijk. En er zijn zeker de mensen die dan die klik maken met de artiest... en zeggen van, oh, dit moet alleen maar in een absoluut donker gemaakte zaal... met een 9 miljard kilometer groot scherm. Die doen dat dan ook. Ja. En die zetten die koptelefoon van 40.000 euro op hun hoofd, et cetera. Ja, niet iedereen, ten eerste niet iedereen kan zich dat veroorloven. Dat is een beetje elitair om de arme mensen dat uit te sluiten als doelgroep. Ja, nou ja. Ah, goed. Maar het idee dat we overal controle over hebben, dat is gewoon... Dat gaat nu helemaal niet meer om. Ook met vormgeving. Als je kijkt naar websites, die moesten altijd pixel perfect zijn op alle computers. Ja. Alleen waren alle computers anders en toonden die het sowieso allemaal al anders. En nu begint iedereen eindelijk een beetje in te zien van ja, inderdaad, misschien slaat het wel helemaal nergens op die pixel perfectie. Ja. Maar ook dat ze dan realiseren van... Vandaag hoorde ik je dat geloof ik zeggen. Zo, ja, maar het is de content. Daar komen mensen voor. Je moet content center designen. Ja. En ik denk dat er ook een heleboel website producenten zich realiseren van... Holy crap. Maar dat betekent dat ik aantrekkelijke content moet hebben. Mm-hmm. Ja, maar kijk maar eens naar heel veel sites die ontworpen worden. Die worden ontworpen zonder dat er ook maar een letter bekend is van wat er op die site komt te staan. Ja. Dus dan weten ze niet wat voor content erop komt, maar er is al wel een heel mooi plaatje omheen verzonnen. Ja, ja, want hier komen fantastische dingen en hier komt dan de video en we hebben placeholders en et cetera. En... Maar het moet allemaal nog... Ik denk dat er op een gegeven moment ook best een shift gaat komen voor... Ja goed, misschien niet voor bedrijven die mooie websites... Ah, misschien ook, afhankelijk van de grootte natuurlijk. Maar dat die eenzelfde shift maken als de producenten van content. En zeggen van, oké, dit is het ding waar ik goed in ben. Dit wil ik dan produceren. Dus daar ga ik dan ook dingen over schrijven. En misschien ga ik dan ook wel iemand aannemen die dat heel mooi kan. Ja. Waardoor mijn product, net als bij fotografie en net als bij verpakking, et cetera... dat het product gewoon goed tot zijn recht komt. En dat iedereen begrijpt dat ze dat moeten maar kopen. Vooral ook dat de inhoud goed is. Ik bedoel, een pak melk kan er heel mooi uitzien, maar als het in een lelijk glas wordt gegoten, ja, dan ziet het er niet meer uit. Ja, of het smaakt voor geen meter. Ja, dat is... Maar, ja. Nee, maar het smaakt hetzelfde. Ik bedoel, als de kwaliteit goed is, dan maakt het niet uit. Nee, inderdaad, dat klopt. Maar je ziet dat ook met websites. Dan denk je, oh, prachtig vormgegeven. Ja. En wat doen mensen? Die slaan het op in Read It Later en die zien het in een hele andere vormgeving. Ja. Die zien jouw vormgeving zien ze gewoon nooit. Ja, of nog veel beter. Ze zien het in een vormgeving die veel beter is. Ja. En die past bij de manier waarop ze het willen consumeren. Ik bedoel, Flipboard is daar een perfect voorbeeld van. Ja. Dat was een aantal contentproducenten die hebben dat ook gezien. Ik bedoel, TechCrunch en een aantal andere publicisten die hebben ook een deal gemaakt met Flipboard. En die zeggen van, oké, maar als er links van ons gedeeld worden... dan moet dat zo'n mooie 2-page spread zijn... met de beste kwaliteit foto die erbij gekoppeld is. Nou, vind ik echt jammer. Nou kijk, de vorm wordt... Dan heb je dus wel weer dat producenten zoiets hebben... ja, maar we willen controle. De vorm, dat is nog steeds de vertrouwde Flipboard vorm. Ja. Alleen bieden ze gewoon de juiste content... aan. Dus de mogelijkheid om meer pagina's, dus om het hele verhaal bijvoorbeeld te vertellen. Ja, maar dan is het dus weer vanuit de producent in plaats van vanuit de gebruiker. Dat vind ik toch best jammer. Maar goed, zulke bedrijven moeten natuurlijk ook geld verdienen. Maar... Nou kijk,
ik weet het niet hoor. Ik vraag me af. Want de meeste blogs bijvoorbeeld, als die door Flipboard worden gescraped, ja, dan krijg je alleen maar een excerpt te zien. En die krijg je ook alleen maar in Flipboard te zien. Ja. En wat deze mensen, wat bijvoorbeeld TechCrunch doet, ja, die zeggen van, nee hoor, je mag het hele verhaal hebben. En weet je wat, hier heb je het mooie hoge resolutieplaatje heb je ook. Ja. En mensen die komen, als ze het een goed verhaal vinden, dan bladeren ze vanzelf al verder. Ja, dat maakt niet uit. Dus het is meer vanuit die zo van, fijn dat je ons deelt. Maar weet je wat, als je dan doet, doe dan... Maar waarom doet Flipboard het dan niet met alles? Waarom kan je dat niet zelf instellen? Nou, Flipboard die scrapes. En waarschijnlijk op pagina's die gedeeld worden, waarin bijvoorbeeld door ads of bannering of wat ook, dat er meer pagina's artikelen zijn, dat scrapen ze niet mee. Dus dan heb je alleen maar het beginnetje. Ah, oké. Okay. En sommige mensen die zeggen ook van, ja, ik blok Flipboard of ik geef een andere feed aan Flipboard. Dat kan natuurlijk ook, maar ja. Het is inderdaad mensen die onnodige controle proberen uit te oefenen op hoe hun content wordt geproduceerd, ja. Wordt geconsumeerd, ja. Ja, ja. Ja, nou ja, daar zullen we allemaal mee moeten leren leven. Die controle hebben we gewoon niet meer. Dat is een illusie. Ja, of misschien eigenlijk de controle is gegeven in beide partijen die daar controle over moeten hebben. Namelijk de consument. Die zorgen ervoor dat het dan ook vaker en beter... En wat je dan ook beter kan doen is zorgen dat het goed wordt aangeboden. Ja. Kijk, als je een site hebt en als mensen dat moeilijk gaan scrapen... Ja, precies. Dan krijg je dus een slechte kopie van je site. Ja. Wat je dan beter kan doen is, hier heb je de JSON, heb je al mijn content. Ja. Ga er maar weer doen wat jij wil. En dan lezen ineens veel meer mensen. Dat omdat het op een heleboel manieren wordt gepubliceerd. Ja, precies. En dan wordt het gedeeld. En mensen die zien het gewoon allemaal. Ja. Ja, daar ben ik ook wel voor. En mensen gaan er zelf ook allemaal dingen voor schrijven dan. Ja. Als mensen een JSON feed hebben, dan gaan ze er wat mee doen. Dat soort nerds zijn er. Ja. Ja, dan heb je ook... Ja, god jongens. Een paar maanden geleden was ik bij een van die open data avonden. En dan, nee, nou goed, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Oh, dat is ook gaaf. Dat is een teaser voor de volgende keer, jongens en meisjes. Open data, serieus. Het is heel erg geeky. Maar als je ziet wat ze ermee doen en hoe je op een geweldige manier... Bijvoorbeeld dingen die eigenlijk op straat liggen... Maar op een nog veel mooiere manier ook aan kunnen bieden aan mensen die bijvoorbeeld rondlopen over straat. En zeggen van, waar is in hemelsnaam de meest dichtstbijzijnde urinoir? Ik noem maar een dwarsstraat. Weet je wel? En dat is dan met open data hebben ze dat beschikbaar gemaakt. Prachtig. Ja, ja. Nou ja, daar gaan we wel heen. Ik denk dat over 5 jaar, misschien een beetje positief, dat we dan niet meer zeuren over... Geef die content nou, wij willen er allemaal mooie dingen mee maken. Nee. Ik denk dat het dan gewoon, dat ook grote publiciteit, zo heet het, van die grote uitgeverijen er dan achter zijn van ja, inderdaad. Ja. We geven jullie de content. Maak er alsjeblieft mooie dingen mee. Dat zou mooi zijn. Ja. Democratiseren van content. Ja, nou ja. Wauw. En we zijn er weer. Yay. In het immer rustieke en pittoreske Osdorp. Zo. Wat vond je ervan de eerste keer? Geinig. Rondje ring. We gaan nu elke week gaan we de auto schoonmaken. Ja, ik vind het wel een goed idee. Doei. Cool. Hoi.